Het Veerplein, het uh, meerzorg in het district Komowijnen, zit nog steeds zonder goed functionerende toiletten. In januari is door NDP-topper An Sadi het initiatief genomen om samen met het districtscommissariaat het oude toilettengebouw te renoveren. De renovatie kan echter niet worden uitgevoerd, omdat uit onderzoek blijkt dat het gebouw een ondernemer toebehoort. Resortraadsvoorzitter Saïd. Lal Mohamed is erg teleurgesteld hierover en wil dat er een nieuwe toilettengroep komt. Deze kan langs de steiger worden gebouwd, waar er een vrij stuk grond is. De roep naar toiletten wordt met de dag groter, omdat steeds meer mensen vanaf het Veerplein de oversteek doen naar Paramaribo. De reizigers kunnen al vijf jaar geen gebruik maken van goede sanitaire mogelijkheden. Er zijn mogelijkheden. Hier is een locatie hier waar, ik, waar we nu staan. Dit is een goede mogelijkheid voor een toilettengroep. Als ze oversteek hebben, ze direct de toilettengroep hier. En mensen die hier gevestigd in de uh, taxichauffeur. of het, de groep is. En dan sturen ze hun mensen naar hier. En dat is de beste optie nu. Andere optie was wel, als we die toilettengroep van meneer Sitter nog kunnen gebruiken, dat de overheid het huurt van hem. En dan zetten ze gewoon tegen de ambtenaren, zodat ze betaald worden door de overheid. En dan gaat het budget die er komt, als mensen binnenkomen en betalen zijn, dan kunnen ze dan voor de onderhoud gebruiken. En er overblijft kan dat naar de districtsfonds. Dat is een tweede optie. Maar de beste optie is om een nieuwe watergroep hier op te zetten. Wat zou dat kosten? De begroting hebben we nog niet echt van uh, 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 gemaakt. Maar uh, ik bedoel, een watergroep gaat echt niet veel geld kosten voor een district. Als communie moet het wel te doen zijn, toch? Waar er zoveel mensen langs gaan hier. Duizenden mensen, vijf tot acht mensen elke dag. Doen de oversteek. Dat moet kunnen. De grond waar de nieuwe toilettengroep opgezet kan worden, behoort het ministerie van regionale ontwikkeling toe. Lal Mohamed vindt dat het commissariaat gemakkelijk toestemming kan geven voor de bouw van de toiletten. We moeten de dingen, problemen, lokaliseren en dan het aan de overheid bekendmaken. En de instanties bekendmaken. En dat doen we. We doen het al jaren. Maar er komt niets van de grond. Altijd is er wat ertussen. Ik bedoel, vijf jaar wachten op een toilet, Toilettengroep kan niet, toch? We moeten wat echt nu eraan gaan doen. Want dat is nu hoog tijd dat we een groepen hebben. Want mensen doen echt wel plassen. Zelfs de vrouwen hebben niet deze mogelijkheid. Goed mogelijk om ergens te plassen. Vooral de grote behoeften als je dat wil doen, is weer een probleem. Wat is de status van de grond hier? Is, uh, status, is, dit hier alles is, uh, valt onder RO, Het is nog van de overheid. Dus er kan toch wel wat gebeuren. Zeker kan er wat gedaan worden. Het is heel makkelijk. Het een, dat, perseel, dat terrein is van RU. En de overheid moet gewoon inspelen. De voorzitter van de resortraad van Meerzorg, Said Lal Mohamed. Het veerplein de Meerzorg zit al vijf jaar zonder een toilettengroep. De roep naar goed functionerende toiletten wordt met de dag groter.